Goedenavond, dames en heren. Ik stel voor dat we een start maken met onze commissievergadering. Allemaal een hartelijk welkom op deze commissievergadering dinsdag 12 februari. Daarmee de opening gedaan hebbend, mededelingen heb ik niet. Vaststelling van de agenda, zijn daar opmerkingen bij? En die zijn er ook niet. Voor het inspreekrecht heeft zich één inspreker gemeld, de heer Roy Derks. Die zal namens de jongerenraad inspreken op het schoolzwemmen, agenda punt 9. Maar die zal dat doen wanneer dat agendapunt aan de orde komt. Dus dat komt straks. Dan gaan we door met het vragenuurtje. Op tafel liggen een tweetal vragen namens het CDA. De eerste namens de heer Zuur. Meneer Zuur, ga de gang. Ja, dank u wel, voorzitter. In een bericht op RTV Drenthe van 6 februari, jongsleden, wordt melding gemaakt van het relatieve hoge aantal inbraken in de gemeente Coevorden. Onze vragen luiden, zijn deze cijfers u bekend en wat is uw reactie hierop? Weet u wat hiervan de oorzaken zijn? Is of wordt dit nog onderzocht? En wat gaat u hieraan eventueel in samenwerking met de politie doen? Hoe verloopt het gratis verstrekken door de gemeente van de buurtpreventie WhatsApp-bordjes? En is het gratis verstrekken ervan voldoende bekend bij de inwoners van onze gemeente? Voorzitter, een eerste reactie wat mij betreft, want het onderwerp verdient het zeker om daar nog een keer uitvoeriger op terug te komen. Ik heb het bericht natuurlijk ook gezien. Het viel mij wel op dat het bericht afkomstig is van iemand die commercieel het belang van goed hang- en sluitwerk aanbeveelt, geloof ik. Daarmee hoeft het niet onwaar te zijn wat hij beweert. De eerste indruk zegt er wel dat er wel een beetje een aantal cijfers bij elkaar worden gegooid die misschien niet helemaal goed vergelijkbaar zouden moeten zijn. Want zeker als u het hebt over WhatsApp-groepen en dergelijke, is het eigenlijk belangrijk om bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen woninginbraken en inbraken op bedrijventerreinen. Daar valt met andere woorden wel wat meer over te zeggen. Nogmaals, ik kom daar graag nader op terug, want natuurlijk hebben we wel die vraag gesteld. Ook met de politie en justitie, om toch eens even nadere duiding te doen. Het laatste kwartaalbericht van vorig jaar van de cijfers hebben we nog niet tot onze beschikking, maar de eerste drie kwartalen al wel. Dus het geeft ook iets later in de tijd iets meer mogelijkheid om uitvoeriger die analyse aan u te presenteren. Het is niet helemaal onbekend, want ik heb al eerder met u gesproken over het feit dat met name toch ook de ligging aan de A37 een verklaring lijkt te zijn voor wat in die kringen ook mobiel banditisme wordt genoemd. Mensen die van buiten de gemeente vaak even snel de snelweg af, dat zie je ook aan de relatief hogere cijfers in Dalen en in Sleen, om maar wat te noemen. Mee te maken hebben dat met name in die hoek dadergroepen moeten worden gezocht. Er valt dan ook wel iets te zeggen over het feit, we hebben ook nog wel eens nu gesignaleerd dat als er mensen uit die wel woonachtig waren in het gebied, dat daadwerkelijk ook een daling onmiddellijk teweeg bracht van de inbraakcijfers. Dan weet je ook dat je daar raak hebt gegrepen, maar met deze groepen van ver weg is dat een stuk ingewikkelder. Laatste opmerking op dit moment, want nogmaals, ik kom daar graag een keer op nader op terug. Laatste opmerking is wel een relativerende in de zin van dat in absolute zin het aantal natuurlijk ver achterblijft met andere delen van het land. En die zijn mogelijk als relatief doen we dan misschien wel slecht ten opzichte van andere delen van Drenthe, die wat verder van bijvoorbeeld de snelweg gelegen zijn. Maar in absolute zin zijn we gelukkig niet in de categorieën die elders in het land worden aangetroffen, laat ik het dan maar zo zeggen. Iedere inbraak is er één te veel, dat moet natuurlijk ook vastgesteld worden. Dus ook vandaar graag op een volgende bijeenkomst daar op terugkomen als ook de volledige cijfers over het afgelopen jaar die betere analyse mogelijk maken. Ja, die is u nog bij vervolg. Is het goed dat we afspreken dat het initiatief dan bij u ligt om daar dan op terug te komen? Staat genoteerd.
Want ik las in een van dezelfde dagen ook iets over het relatieve lage percentage aan misdrijven wat opgelost wordt. Een vergelijkbaar bericht. Misschien dat u dat ook in beschouwing zou kunnen nemen. Dat misverstand neem ik dan graag daarin mee. Dank u wel. Dus daar komt een vervolg op. Dank u. En de tweede vraag die op tafel ligt is van de heer Heling, ook CDA. Gaat u gaan. Ja, dank u voorzitter. Er bereikten onze fractie enkele vragen omtrent het plaatsen van kleine windmolens in onze gemeente. Het gaat hier om windmolens met een mastlengte van 15 meter en een rotordiameter van 12 meter. We zouden graag van de portefeuillehouder horen hoe het gemeentelijk en provinciaal beleid eruit momenteel uitziet. Verder zouden we graag horen hoe hij denkt in welke richting dit beleid in de toekomst zal schuiven. De heer Huizing. Ja, voorzitter, mooie vraag naar mijn glazen bol. Zoals u weet heeft uw gemeenteraad bij het vaststellen van de plannen voor de windturbines in Weijerswold en Leeuwerikenveld ook vastgelegd dat daarmee wij aan onze windopgave hebben voldaan en er geen ruimte meer is voor windmolens. Dat is dus in ieder geval wat nu bij ons ook nog steeds uitgangspunt van beleid is. Wij merken ook dat die vraag naar dit soort echt hele kleine windmolens dat die stijgend is. Dat ook het rendement wat een paar jaar geleden nog niet zo goed leek te zijn of nog niet goed genoeg was, dat dat ook steeds aantrekkelijker wordt. En we hebben op dit moment in ons bestemmingsplan buitengebied hebben we als maximale hoogte staan 12 meter. Ik ga er even vanuit dat dit soort aanvragen vooral ook in het buitengebied op buitengebied van toepassing zijn. Dus daar zou het niet binnen passen. Ik denk dat het goed is dat we op niet al te lange termijn ook gewoon eens met u van gedachten wisselen. Van is dit nou iets wat de raad ook bedoeld heeft onder dat verbod op windmolens te laten vallen? Of zou je daar bijvoorbeeld als het gaat om een echt op de... op een lokaal bedrijf of op het bedrijf zelf gerichte energievoorziening. En misschien één of twee buren daarbij, maar geen commercieel gebruik. Zou het dan niet zijn wat prima nog past binnen die regels. Dus het lijkt me goed dat we daar op niet al te lange termijn eens een keer van standpunten over wisselen. En als u dan zou zeggen van nou dat kan, dan denk ik dat wij daar in de vorm van maatwerk ook wel medewerking is aan zouden kunnen gaan verlenen. En nog even los van de provincie, ik weet die vraag kwam onlangs ook op een avond over de A37, de zonneroute kwam die naar boven. En daar was de gedeputeerde in ieder geval heel stellig en die zei nou provinciaal beleid is geen probleem. Nou, als dat zo is dan moeten we eens kijken met z'n allen of daar een oplossing kan worden geboden. Want ik denk dat het een hele mooie, niet erg landschap aantastende manier is om energie op te wekken. Voldoende zo, meneer Heerling. Dank u wel. Verdere vragen hebben wij niet bereikt en ik krijg daar nu ook geen signalen van. Dus dan ronden we daarmee het vragenuurtje af. Dan gaan we door naar agenda punt 6. Dus het afdoeningsvoorstel in gekomen stukken. Ik loop ze even bij langs. A1, zijn daar vragen over? Ja, de heer Nijbanning. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Toerisme is belangrijk voor Drenthe en zeker ook voor de gemeente Coevorden. Onze fractie van BBC 2014 heeft de indruk dat er in Beausset-verband en verder over de Hondsrug goed geprobeerd wordt om samen te werken. Dat het Coevorden gegund wordt om ook een voorzitter voor de recreatieschap Drenthe te leveren, vinden wij een blijk van waardering en vertrouwen. We hebben twee vragen aan de portefeuillehouder. Hoe kijkt de portefeuillehouder aan tegen de samenwerking met Marketing Drenthe, Bureau Fietsen en Geopark De Hondsrug? En de tweede vraag, misschien er gelijk achteraan. Wordt er in onze gemeente ook samengewerkt met ondernemers aan stimulering van het verlengen van het hoogseizoen en aan stimulering van meerdaagse evenementen? Dank u wel, de heer Siers. Uw microfoon nog, meneer Nijbanning. Dank u wel, voorzitter. Het samenwerken met recreatieschap
Vooral het recreatieschap met andere partijen, dat neemt steeds hand over hand toe. En niet alleen met de door u genoemde partijen, meneer Nijmanning, maar met nog veel meer partijen. Dus ik denk dat het altijd beter kan, maar ik denk dat we daarin in de afgelopen jaren goede stappen hebben gemaakt als recreatieschap. En we doen het niet alleen, maar met de 12 gemeenten die ook steeds beter naar elkaar toe groeien en steeds beter samenwerken, doen we dat ook samen met andere instanties. En dat gaat hartstikke goed, volgens mij. Als het gaat om de tweede vraag over ondernemers. Ja, we werken ook samen met ondernemers. Dat doet niet alleen het recreatieschap, maar dat doen we natuurlijk hier in Koevoorde ook. En die seizoensverlenging die zit hem dan vooral in de afspraken die we daarover ook met Toreco maken. Want die zijn eigenlijk van de ondernemers. Dat doen we daarnaast ook samen met in kleine projecten. We hebben immers ook een aanjaagfonds wat daarvoor ingezet kan worden. Dus het gebruik maken van allerlei zaken die bij ons spelen, maar die we ook samen met bijvoorbeeld het recreatieschap kunnen opzetten. Daar hebben we zeker oog voor. Het wandelknooppuntennetwerk wordt uitgerold. Dat doet het recreatieschap in principe in onze opdracht. Dat is ook zo'n voorbeeld, want wandelen kun je volgens mij het hele jaar doen. En dat zorgt ook voor seizoensverlenging. Dus er zijn wel heel veel activiteiten. Bovendien in BOC-verband hebben we ook afgesproken dat we nog eens kijken met elkaar naar een meerdaags evenement. Maar een paar voorbeelden. Dus daar wordt wel degelijk veel aandacht aan geschonken. Dank u wel. Zo, ja. Anderen nog die op A1 een korte en bondige vraag willen stellen? Niet. A2? Ook niet. A3? Ook niet. B1? Ja, de heer Nijbanning. Sorry, B2. B1 verder niet. De heer Nijbanning op B2. Ja, dank u wel. Onze fractie van BBC 2014 staat achter de doorontwikkeling van lokale democratie en bestuurlijke vernieuwing. We hopen dat we dit binnen de Raad van Koevoorde weer snel kunnen oppakken. En voor BBC 2014 is een groot voorstander van gebruik te maken van de kracht van de samenleving. Dat is ook ons handelswerk. We hebben de volgende vraag aan de portefeuillehouder. Neemt u de handreiking van Right to Challenge mee in de evaluatie van de stimuleringsgelden die we via stimuleringsfonds ter beschikking stellen? Dank u wel, dat is de heer Bouwmeester, denk ik. Ja, ik vind dat een interessante vraag om het mee te nemen bij de evaluatie. Want dat veronderstelt dat we eigenlijk, hoewel het nu inmiddels Right to Challenge heet, in landelijke kringen wij dat zelf nooit als zodanig hebben gekwalificeerd, laat staan benoemd in een of andere subsidievoorwaarden. De gedachte en de vorm die het heeft, Right to Challenge, herkennen we natuurlijk wel. Dat is ook de achtergrond van uw vraag, denk ik. Dus ik vind het wel interessant genoeg om inderdaad eens even stil te staan bij de vraag. In hoeverre zouden we al kunnen zeggen dat elementen van dit verhaal onderdeel zijn van de ervaringen die zijn opgedaan. En als zodanig ook onderdeel te maken van de gesprekken die binnenkort gaan plaatsvinden met de kernen. Ook wijken in de stad, Koevoorde. Over met name de accenten die we voor de komende periode met elkaar willen gaan zetten. Overigens wil ik dit moment dan ook maar benutten om toch even op te wijzen dat waar we nu in participeren, in deze bestuursperiode, zijn gaan participeren moet ik ook zeggen, is dat nieuwe programma Democratie in Actie van de Rijksoverheid. We ook proberen een rol te spelen ook voor andere gemeenten en onze ervaringen ook in te brengen. Dat maakt het ook wel relevant om inderdaad wel even stil te staan bij ook de duiding van dit soort fenomenen zoals Right to Challenge. Right to bid, je hebt er meer. Omdat daarmee mijn stelling ook zou zijn, ja, we gaan dit ook de komende periode volop tegenkomen. Dus sowieso een beetje een focus op wat dit netwerk aan ons meldt, aan u meldt, lijkt me wel goed. Laatste opmerking wat mij betreft in deze discussie is het ook wel goed om ons te beseffen dat er op dit moment veel groepen zich bezighouden met dit soort onderwerpen. Ik heb op dit moment onvoldoende zicht op wie hier precies schuilgaan achter dit netwerk. En ik zou in ieder geval met u scherp willen houden dat we vooral verstandig gaan doen om de koers die we zelf eigenlijk met elkaar hebben doorontwikkeld. Dat we die proberen als centraal te laten staan.
En al dit soort brieven die de komende periode wellicht nog veel meer op ons af gaan komen, ook in die zin beschouwen. Dank u wel. En als suggestie geef ik u mee dat uw fractie het wellicht ook in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing die we in de raad hebben, het onderwerp wellicht zal ook de bedoeling zijn. Ja. Oké, voldoende beantwoord zo. Meer nog op B2? Niet. Dan ronden we daarmee dit agendapunt af. Dan gaan we naar agendapunt 7. Dat is een brief. Het is een brief van het college naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie vuurwerk 2018-7. En in de brief wordt een opsomming gegeven van een aantal mogelijkheden om uit te voeren wat de raad vraagt. Ik stel voor dat wij deze brief als volgt behandelen. Eerst een normale vragenronde, zoals we dat altijd doen. Als er dan nog vragen over de inhoud zijn, dan kunnen die gesteld worden. Eén ronde, één vraag per fractie en dan de volgende. Vervolgens geef het stuk in behandeling en dan verneem ik graag uw mening over de suggesties die opgesomd worden. Ik wilde u als commissie de ruimte geven om te kijken of u elkaar kunt vinden op dit onderwerp. Om te kijken of we hier het college in ieder geval wat richting mee kunnen geven. Maar we beginnen maar eens met de vragen. Wie heeft er nog vragen over de brief en de opsomming die ervoor ligt? De heer Stoker, pak. Voorzitter, u daagt me uit, want ik had in eerste instantie geen vraag. Ik denk van ik ga meteen met mijn bijdrage beginnen. Maar de vraag die wel in mij oplopt is, waarom heeft het college meer gedaan in haar brief, meer beschreven in de brief, dan waar de raad in haar motie om gevraagd heeft? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, voorzitter, eigenlijk heel praktisch. Het leek ons handig als we het toch hebben over vuurwerk en mogelijkheden die er zijn om naast wat u gevraagd heeft als raad over verkoop van vuurwerk en opslag daarvan het een en ander aan te geven, was de kleine moeite om ook de gebieden waar vuurwerk mag worden afgestoken en de mogelijkheden om daar een beperking aan op te leggen om die ook mee te gaan nemen. Dus meer als extra service van onze kant. Dank u wel. Verder nog vragen over wat er voor ligt? Ja, mevrouw Sieben, VVD, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk dezelfde vraag als het pak. Alleen de woorden in de brief die voor ligt, wordt inderdaad heel uitgebreid ingegaan op dat vuurwerk. U vraagt altijd dat wij kaders moeten aangeven, hebben we gedaan deze keer. Maar goed, daar gaat u dan buiten, dat maakt niet uit. Daar kunnen we over praten. Wat mij niet duidelijk wordt, is wat u dan vraagt in die documenten aan ons. Wat wij hebben geprobeerd voor u uiteen te zetten, is vooral de mogelijkheden die u als raad heeft om te sturen op de punten waar opgeslagen wordt en waar verkocht wordt. En wat wij aan u vragen is, geef uw gevoelens daarover weer. Geef ons, als u daar behoefte aan heeft, misschien een duidelijke opdracht mee. Van, nou, ga vooral op die punten inzetten. We hebben ook geprobeerd om bij sommige punten aan te geven. Ja, dat is misschien wel een heel zwaar middel met heel veel negatieve bijeffecten voor wat je beoogt. Maar als je echt een volledige bescherming met onmiddellijke ingang ongeveer wilt, dan is dat wel een middel wat je moet gebruiken. Dus, u wordt wat ons betreft in de gelegenheid gesteld om daar als raad het goede gesprek over te houden. Dank u wel. Verder nog vragen? Ja, de heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag van ons is, je kunt er van alles aan doen, maar het probleem is, kunt u dat niet dusdanig regelen en verwoorden op schrift, dat dit in de omgevingswet, dat dit naar het industrieterrein gaat, of in ieder geval buiten het winkelgebied. Wij denken dat een hele hoop oplost aan negativiteit. Nou, dat is een van de opties die we hebben opgenomen. Dat is in het bestemmingsplan voor de kernen, waarvan toevallig vandaag ook het voorontwerp ter inzage is gegaan. Daar kan in worden opgenomen dat vuurwerkverkoop binnen het gebied waar dat bestemmingsplan over gaat. En dat is dan de woongebieden.
dat daar een verbod op vestiging van nieuwe vuurwerkverkooppunten ligt. En wij hebben alvast de vrijheid genomen omdat het, als u daar anders over zou oordelen, makkelijker is om het er toch weer uit te halen dan het later nog in te fietsen, hebben we hem ook daarin al opgenomen. Dus als u zegt van nou, dat is een goede lijn, dan houden we die vol. Mocht u raad zeggen van nee, dat willen we toch niet meer, dan kan het er alsnog weer uit. Maar dat is altijd makkelijker van voorontwerp naar ontwerp om het eruit te halen dan er wat nieuws in te doen. Dank u wel. Geen vragen meer? Nee. Dan geef ik een stuk in bespreking. Het lijkt mij correct dat de VVD als initiatiefnemer voor de motie als eerste het woord krijgt. Ga door gaan. Dank u wel. Nou goed, in mei vorig jaar hebben wij die motie voor het vuurwerk ingediend. De aanleiding was de ophef voor de vergunningverlening die in het centrum heeft plaatsgevonden hier in Coevorde. En wat ons betreft was de oorzaak van het probleem dat er geen regelgeving is op dit gebied. En in de motie hebben we dus de oproep gedaan om dit beleid te gaan formuleren. Dat hebben we ontvangen, dank daarvoor. En onze fractie heeft gevraagd om beleid op dit vlak, maar wel met een motie als uitgangspunt. Dat gaf ik net ook al aan, dat ons uitgangspunt is om te voorkomen dat er opslag en verkoop van vuurwerk plaatsvindt in de woonkernen. Want wij willen veiligheid. Hè? Je wilt niet dat er in een woning naast jou of in de winkel onder je een vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht. En dat is waar het onze fractie om gaat. Om veiligheid, om het maatschappelijk gevoel en het tegengaan van onrust. En met de brief die nu voor ligt wordt de mist opgeworpen. Het gaat immers niet om het reguleren van de verkooppunten of om de vuurwerkvrije zones. Het gaat om de veiligheid. En het beleid dient erop gericht te zijn om te voorkomen dat er een nieuwe vestiging voor verkoop en opslag van vuurwerk in de woonkernen gaat plaatsvinden. Wat dat betreft kan ik aansluiten bij wat meneer Huizing net aangaf. Wat de VVD-fractie betreft kunnen we volstaan met de tweede optie, hè, die uiteen wordt gezet in die brief. Inhoudende dat er een parapluplan of een facetbestemmingsplan wordt toegevoegd aan de bestaande bestemmingsplannen voor de woonkernen. Waarbij opslag en verkoop van vuurwerk wordt verboden. Ofwel dat er aansluiting wordt gezocht bij de herziening van de bestemmingsplannen. En volgens mij is dat ook wat de heer Huizing net aangaf. En wat ons betreft is daarmee ook uitvoering gegeven aan het verzoek in de motie. Dank u wel. Lijkt me een helder verhaal. Meneer Dorgelo, PvdA. Dank u wel, voorzitter. College. Dank voor de brief. Wij hebben ook de verschillende opties besproken en wij zien ook niks in het mogelijk maken van een nieuwe opslag van vuurwerk of verkooppunten in onze kernen. Maar ook zou je het breder kunnen zien. Dus we vinden het ook belangrijk dat er voor de lange termijn ook wel een visie externe veiligheid wordt opgesteld. Maar voor dit punt ben ik met mevrouw Sieben eens, zien wij ook dat er aansluiting gezocht wordt bij de herziening van de bestemmingsplannen. Alleen ik lees wel dat dat niet op korte termijn wordt voorzien. En ik vind het ook wel belangrijk om te benadrukken dat ook voor de korte termijn er een oplossing komt. Maar wel een oplossing die niet ervoor zorgt dat andere initiatieven geblokkeerd gaan worden. Denk aan initiatieven die in het centrum mogelijk gaan plaatsvinden. Dus dat vinden we wel belangrijk om dat terug te zien in het voorstel. Dank u wel. Dank u wel. Bouwers, BBC? Niet? Meneer Hoedemaker, D66? Ja, ik zou het toch wat verder zien, graag wat verder zien dan wat mevrouw Sieben aangeeft. En de suggesties van het college vind ik zeker wel overwegend. Ik ben er in ieder geval erg blij mee dat ze gedaan zijn. Wat ik me gaande de lezing nog wel afvroeg, en misschien kunt u dat meenemen, is of u ook met de huidige ondernemers die gevestigd zijn in de woonkernen in Dalenveen, Geesbrug, Schoonhoord en Sleen overweegt in gesprek te gaan om te kijken of en onder welke condities zij misschien
hun verkoop en hun opslag daar terug zouden willen trekken. Dank u wel. De heer Stolken, Pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben het eens met de VVD dat er inderdaad meer uitwerking is, maar dat heeft de wethouder net ook aangegeven. Ja, weet je, je kunt er wat van vinden. Wij vinden ervan van, er ligt dus ruimte voor de raad om regie te nemen op datgene wat er aan uitgangspunten voor ligt. Voor ons liggen er drie concrete uitgangspunten in het voorstel van ongeveer 5 pagina's die we eruit hebben gehaald. En daar wil ik toch graag even op ingaan. Mijn fractie vindt het ongewenst dat vuurwerkbedrijven als risicobron in woongebieden worden gevestigd. In die zin zijn we wel blij als bij de herziening van bestemmingsplannen voor de kernen daar een bepaling aan toe wordt gevoegd. En ik begrijp dat het inmiddels is gebeurd vooruitlopend op de discussie van vanavond. Daarnaast is in het stuk ook aangegeven dat er op dit moment 4 situaties zijn waar nog wel degelijk sprake is van de situatie dat vuurwerk wordt verkocht binnen de woonkernen. En in het stuk heb ik ook gelezen dat we zouden kunnen kiezen voor een zogenaamde uitsterfconstructie. Nou, ik denk dat dat je daarmee in ieder geval de ondernemers waarvan ik begrepen heb dat niemand daar tot nu toe last van heeft, inderdaad in tegemoet zouden kunnen komen. Dus ik denk bij mezelf van nou, raad, als je dat wilt, dan ligt hier in ieder geval een heel concreet voorstel om op in te gaan. De uitgangspunt 2. Wij vinden eigenlijk dat er op dit moment voldoende verkooppunten zijn voor vuurwerk. En de voorzetten die worden gedaan, bijvoorbeeld in de vergunningsplicht van de APV, om die mee te nemen, dat zou wat ons betreft prima kunnen zijn. Aanvullend zouden we nog wel onderzoek willen hebben of in de gemeente behoefte bestaat om bepaalde gebieden, wijken, kernen, dorpen, vuurwerkvrij te maken om de overlast tegen te gaan. En op basis van de uitkomsten beleid formuleren een en ander nader uit te werken. Dat zou ik graag ook van een toezegging eigenlijk willen hebben van het college, in ieder geval mee willen geven. En als laatste, de PvdA heeft het net ook al genoemd, beleid in zaken externe veiligheid. Dat kennen we op dit moment nog niet als een van de weinige gemeentes in Drenthe. Nou, ik denk dat bij de uitwerking van de omgevingswet dat ook het voorstel is. Beleid externe veiligheid wordt geformuleerd en aan de raad zou kunnen worden aangeboden. Wat mij betreft pak ik hem heel positief op. Het college laat het initiatief heel duidelijk aan de raad. Nou, prima denk ik bij mezelf. Dat zouden ze vaker moeten doen. Misschien gaan we dat vanavond nog een keer meemaken. Maar daarmee hebben wij in ieder geval onze standpunt uiteengezet. Dank u wel. Meneer Kamps, BBC. Ik sluit me helemaal aan bij het verhaal van meneer Stolken. Ik wil alleen nog wel even zeggen over in het ontwerp aanvullende bestemmingsplan kern, dat sinds vandaag ter inzage ligt, is het een en ander opgenomen over vuurwerkopslag en dergelijke. Dit doet ons deugd. Daarin staat onder meer nieuwe inrichtingen voor de opslag en verkoop van vuurwerk zijn in het hele plangebied ontwerpbestemmingsplan kernen uitgesloten. Dit lijkt mij een prima idee en ik hoop dat het zo ook uitgevoerd wordt. Dank u wel, CDA. Kijk, meneer Heling. Ja, dus, het CDA kiest voor een zacht uitsterfbeleid, dus wat ons betreft kunnen de bestaande locaties eerst blijven bestaan, maar zodra de kans zich voordoet, zou de bestemming er dan van af kunnen. Dat is onze keuze. Dank u wel. Nou, dan hebben we een eerste rondje gehad. Is er behoefte aan onderlinge reacties of vragen aan elkaar? Die zijn niet. Dan kijk ik eerst maar even richting de heer Huizing. Heeft toch wel een redelijke lijn meegekregen, schat ik zo in, de heer Huizing. Ja, voorzitter. Dank voor alle reacties en vooral ook voor het feit dat u het ons niet heel moeilijk maakt door inderdaad vrij gelijkluidend te reageren. Dan kunnen we een mooi beeld uithalen. De vraag van D66, van zou je met de huidige verkooppunten in gesprek gaan, die staat voor mij nog wel een beetje, of kan haak staan op wat ik van sommige andere partijen heb gehoord met nou, de huidige laat maar zitten. Moet ik zeggen, over de huidige hebben we ook gewoon geen klachten. En we kunnen altijd in gesprek gaan, maar ik verwacht eigenlijk dat die mogelijkheden er best zijn, maar dat dan de portemonnee ook mee moet worden genomen. Want als het geen geld zou opleveren, denk ik dat geen van die verkooppunten dat zou gaan doen. En ik denk ook wel dat het goed is om hier nogmaals te benadrukken dat wij
op het gebied van wetgeving, dat in Nederland echt rondom die verkooppunten het strengst is van alle ons omringende landen. Dus dat juist het onderwerp veiligheid bij die verkooppunten, dat voor zover mogelijk je veiligheid 100% kunt borgen, maar dat zo goed mogelijk, als je maar kunt, dat geborgd is. Dus dat risico er niet per se. De heer Goedemaker wil daar graag een aanvullende vraag of opmerking over stellen. Kijk, dan zitten we hier natuurlijk wel een uiterst emotionele discussie te volgen over nieuwe punten, terwijl er gezegd wordt dat die oude punten, dat is eigenlijk uitermate veilig. Want dat hoor ik u op dit moment zeggen. Nou, volgens mij verwoordde mevrouw Sieben het op die manier die aangaf van aan de ene kant de veiligheid, maar vooral ook het gevoel. En kijk, waar natuurlijk in de Friese straat wat vooral opspeelde, was het gevoel van het wonen boven een opslag en verkooppunt. En dan vooral het onderdeel opslagpunt wat daar een probleem was. Kijk, dus dat is denk ik de andere kant van de medaille. Maar rondom die huidige verkooppunten hebben we dit soort signalen nooit gekregen. Dat mensen zich daar niet veilig voelen in die omgeving. En wat ik in mijn antwoord probeerde aan te geven is dat objectief gezien, dat dat ook niet nodig is, omdat die wetgeving inderdaad vrij strikt is op dat punt. Maar ja, een gevoel van mensen laat zich laat zich niet altijd goed beïnvloeden. Misschien even doorgaand, of eigenlijk op hetzelfde onderwerp, die uitsterfconstructie pak gaf aan van, nou, we vinden het goed dat een uitsterfconstructie er is. Nou, op dit moment zit die niet in de planvorming. Op dit moment zeggen we van gewoon op de huidige locaties mag het blijven doorgaan. En totdat daar een verandering is, misschien wel een nationale regelgeving ook, die wat anders gaat regelen rondom de verkoop van de verkooppunten. Alleen voor nieuwe verkooppunten zit dat verbod erin. En misschien ook om nog even duidelijk aan te geven hoe zit het dan precies met voorontwerp en ontwerp en wanneer kunnen wij dan dat ontwerp verwachten. Nou, de reden ook dat wij de discussie vanavond niet hebben willen, maar vooral niet hebben kunnen afwachten, is dat u in een besloten vergadering, en dat kunnen we inmiddels zeggen, want het is gepubliceerd en daarmee is de vertrouwelijkheid opgeheven, maar dat u besloten heeft toen om een voorbereidingsbesluit te treffen rondom twee locaties in de gemeente. En daarmee hebben we meteen de verplichting om binnen een jaar een ontwerpbestemmingsplan vast te stellen, waarin daar het een en ander geregeld wordt. Dus dat betekent dat wij, als je kijkt naar het omvangrijke gebied, dat daar toch wel enige haast bij geboden was om dit ook vooral goed, het is uiteraard goed voorbereid, maar om snel te publiceren. Dus binnen een jaar krijgen we dan het ontwerpbestemmingsplan wat aan uw raad wordt aangeboden ter besluitvorming. En daarmee zou dan de bescherming echt ook een feit zijn. En dan kom ik nog, dat was het punt wat de heer Dorgeloon nog aangaf, van ja, we willen wel graag op korte termijn bescherming. Zonder alles op slot te zetten. Ja, dat is nou even de lastige. Of we maken de keus. En zoals we hebben aangegeven, dat lijkt ons de verstandigste om te gaan zeggen. In het ontwerpbestemmingsplan gaan we straks, als dat genomen is, dan zit die bescherming erop. En in de tussentijd is die er nog niet. Of we moeten ook een voorbereidingsbesluit daarvoor gaan treffen. Nou ja, en dat gaf de heer Dorgelo zelf al aan van ja, dat heeft een aantal negatieve kantjes. Dat we eigenlijk alles niet op slot zetten is misschien een groot woord, maar voor alles wat er dan moet gebeuren heb je een expliciete besluitvorming nodig. En dat vertraagt denk ik een heleboel ontwikkelingen die wij liever snel willen laten doorgaan. Oké, dank u wel. De heer Heling nog. U kijkt me zo aan. Ja, wat gebeurt er nou precies met aanvragen die in de tussentijd nog worden die binnenkomen? Aanvragen in de tussentijd die moeten gewoon op basis van de huidige regelgeving moeten die in behandeling worden genomen. Dus daar zit die speciale bescherming. Het verbod is dan nog niet van toepassing daarop. Dus dan moeten we gewoon kijken wat het bestemmingsplan de mogelijkheden toelaat op dit moment. Ja, als je de ene ruimte geeft, dan moet je de andere ook doen. Stoker, pak. Ja, dat is mooi. De wethouder die reageert wel op zijn eigen voorzetjes, maar ik heb ook nog een voorzet gedaan en daar wil ik nog wel graag reactie op, namelijk of er in 2019 nog onderzoek wordt gedaan of in de gemeente behoefte bestaat om bepaalde gebieden vuurwerkvrij te maken om de overlast tegen te gaan en op basis van de uitkomsten beleid te formuleren en een en ander ook aan de raad aan te bieden. Daar zou ik graag antwoord op willen hebben.
Dat is een hele terechte, voorzitter. En de reden dat ik hem niet heb beantwoord is dat ik dan over een ander, over het terrein van een andere portefeuillehouder ga hebben. De heer Bouwmeester. Maar ik verwijs graag door. Ik wacht er geduldig af, voorzitter, of ik de beurt zou krijgen. Ja, helder is als het gaat over de APV, openbare orde en veiligheid. Dat eigenlijk wel breed niet zozeer toegevoegde waarde wordt gezien van het nog verder via de APV regelen van verkoop, al dan niet nog met beleidsregels. Maar dat punt, wat nu ook wordt herhaald, van meerdere kanten komt, ja, in hoeverre is er ruimte om, als het gaat om het afsteken, waar wij op dit moment geen beleid hebben, ook geen instrumenten om dat eventueel op bepaalde plaatsen te reguleren. Stel dat die vraag er wel zou kunnen gaan komen, dat is de vraag die eigenlijk gesteld wordt, dan zouden we dat inderdaad in de APV ook moeten gaan regelen. Ik kan mij goed voorstellen dat we die uitvraag inderdaad meenemen in onze contacten met de verschillende kernen. En mocht daar behoefte bestaan, ja, dan is het natuurlijk in eerste plaats aan u om inderdaad aan te geven of u het dan zou willen regelen. Ik van mijn kant ben bereid om dat te regelen. Ik heb u al eerder in de behandeling van het oorspronkelijke voorstel de suggestie gedaan dat u een heleboel problemen zou kunnen voorkomen als u de hele gemeente vuurwerk vrij zou verklaren. Maar dat spoor heeft u duidelijk niet op willen gaan. Maar dat geeft wel iets aan van mijn intentie. Ik ben graag bereid om een voorstel om de APV zodanig in te richten dat inderdaad op wens van een bepaalde kern dat mogelijk zou zijn om dat dan ook in regelgeving om te zetten. U moet zich wel realiseren dat mocht een kern zo'n wens uiten, dat ik er wel wat flesjes wijn op zou willen zetten, dat daarmee niet de gehele kern unaniem tevreden zal zijn. Dus dat u ook dan geprepareerd moet zijn op het feit dat er een stevige discussie zou kunnen volgen over het feit of u daadwerkelijk inderdaad van het college verwacht dat ze op grond van een aangepaste APV ook daadwerkelijk een gebied aanwijst. Dank u wel. Nou, in ieder geval heldere toezegging. U hebt al meer gekregen dan de motie vroeg, volgens mij. Mevrouw Sieben nog. Mag ik nog één vraag stellen aan meneer Bouwmeester? Is er overlast? Zijn er klachten als in de oudjaarsnacht? Er zijn altijd klachten. Want er zijn altijd mensen die het gevoel hebben dat ze het onevenredig last hebben van met name de vuurwerk, inderdaad effecten van oudjaarsnacht. We hebben het niet zozeer over karbidschiet, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar vuurwerk is wel vaak een aanleiding voor sommige klachten op bepaalde plekken. Het is niet zo dat dat nou een heel breed patroon is, op grond waarvan ik onmiddellijk zou zeggen, nou, dan doe ik u alvast een suggestie, hè, want dan weet ik zeker dat we een bepaalde kern al enorm tegemoet zouden komen. Zo ligt het niet. Ik verwacht eerlijk gezegd dat als we die uitvraag doen, dat er niet veel animo voor zal zijn. Maar goed, dat is voor mijn rekening nu. Ik gaf al aan, ik wil best die uitvraag dit jaar meenemen in de contacten. Mooi, dank u wel. Nou, voldoende behandeld zo. Meneer Hoedemaker, D66 nog. Ja, voorzitter, ik weet niet of ik nu nog een vraag mag stellen aan mijn collega raadsleden, want ik heb deze discussie nu even geluisterd. Het was handiger geweest als u dat direct had gedaan. Ja, dat gaat bij mij niet allemaal even snel altijd. Mijn excuses daarvoor. Maar ik heb de discussies aangehoord, ik heb ook de reactie van de wethouder op mijn vraag gehoord. En ik vraag me nou in reden af, hebben we hier nou een discussie over veiligheid gevoerd? Of een veiligheidsbeleid, of proberen we hier de emotie van onze inwoners te kanaliseren? Iemand nog behoefte om te reageren? Wie voelt zich aan? Ja, meneer Stoker nou. Nee, volgens mij gaat het in ieder geval in de bijdrage die ik heb geprobeerd te leveren om veiligheid. En daar waar het onderzoek werd gevraagd, bijvoorbeeld om tot vuurwerkvrije zones te komen. Er zijn gewoon mensen die overlast hebben en ik denk bij mezelf, als we hier het dan toch over hebben, dan zou ik het wel fijn vinden om daar ook helderheid over te krijgen, om daar uiteindelijk ook een besluit over te kunnen nemen. Verder nog? Niet? Ja. Het slaat een beetje dood, maar ik had ook het gevoel dat we eigenlijk klaar waren, meneer Hoedemaker. Sorry. Voldoende behandeld zo? Ja? Prima. Dan ronden we hem daarmee af.
Dan gaan we door naar agenda punt 8. Voorstel seniorenconvent om de verordening rekenkamercommissie gemeente Koevorden 2019 vast te stellen. Zijn er vragen over dit voorstel? Geen vragen over dit voorstel. Wenst iemand iets over het voorstel te zeggen? Kan ik concluderen dat dit als hamerstuk door kan? Dat kan ik. Dan ronden we hem daarmee af. Hamerstuk voor de gemeenteraad. Dan gaan we naar agenda punt 9. En dat agenda punt trappen wij af met een inspreker. Het agendapunt behelst de bespreking van een voorstel van de jongerenraad 16 mei 2018 in zaken herinvoering schoolzwemmen. En Roy Derks die zal daar namens de jongerenraad nog een nadere motivatie bij geven, neem ik aan. Ga je gang. Geachte aanwezigen, mijn naam is Roy en ik spreek namens de jongerenraad van de gemeente Koevorden. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met ideeën voor de herinvoering van schoolzwemmen. Volgens het CBS heeft 3% van de kinderen in Nederland tussen de 11 en de 16 jaar geen zwemdiploma. Dit klinkt misschien weinig, maar het gaat hier wel om kinderen. Kinderen die dankzij schoolzwemmen toch een kans hebben om te leren zwemmen. Dit is niet alleen positief voor de veiligheid, maar ook voor de sociale ontwikkeling van het kind. Wanneer het kind geen zwemdiploma heeft, kan hij of zij niet meedoen met het bijvoorbeeld onderdelen van een schoolkamp, of kan hij niet mee met zwemfeestjes. Het kind kan zich schamen omdat hij of zij niet kan zwemmen en de rest wel. Of omdat de ouders misschien niet genoeg geld hebben om zwemlessen te kunnen betalen. Ook is zwemmen leuk en is het belangrijk voor de beweging van het kind. Veel kinderen ruilen buitenspelen in voor banken hangen en niksen, waardoor veel jongeren kampen met overgewicht. Wederom kan dit voor een sociale blokkade zorgen en gaat de gezondheid van het kind achteruit. Maar het kind is en blijft natuurlijk de veiligheid van het kind. Maar het belangrijkste is en blijft natuurlijk de veiligheid van het kind. Elk jaar verdrinken in Nederland rond de 80 mensen, waar ongeveer 20% met een niet-westerse migratieachtergrond. De meeste uit deze groep zijn kinderen zonder zwemdiploma, die dus misschien gered hadden kunnen worden als zij hadden leren zwemmen. Dit wilt u toch niet op uw geweten hebben? Dank u wel voor uw aandacht. Dank je wel. Als je even blijft staan, dan kijken we even of er uit deze commissie vragen zijn richting jouw kant. Commissieleden, hebt u vragen aan Roy? Ja, de heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Je geeft zelf al aan dat er nog landelijk gezien 3% geen zwemdiploma heeft van de kinderen. Nu hebben we een memo gehad waarin staat dat de gemeente Koevorden gaat onderzoeken. Hoeveel kinderen er zijn die geen zwemdiploma hebben. En ik was eigenlijk wel benieuwd of jullie bepaalde signalen hadden, waar misschien kinderen zijn die geen zwemdiploma hebben. Of... Nou ja, op dit punt kan ik u helaas geen antwoord geven. Ik ben niet degene die zich bezighouden heeft met dit project. Dus daarin zal ik u helaas geen antwoord kunnen geven. Mevrouw Schepers, D66. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel ook, Roy. Ik heb een vraag over de schoolbesturen in deze regio. Voordat wij hier een mening over kunnen vormen, is het wel belangrijk om te weten hoe schoolbesturen denken over de invoering van schoolzwemmen. Ik vroeg me af of de jongerenraad gesproken heeft met schoolbesturen hier in de gemeente. Nou ja, in principe kan ik in ieder geval, sowieso zoals u wellicht weet, de veiligheid van elk kind staat voorop. En daarin kunt u haast ook wel van uitgaan dat elk schoolbestuur veiligheid belangrijk vindt. Dus daarin zwemlessen ook. Een politiek antwoord zou ik bijna zeggen. Het leert snel. Mevrouw Schepers heeft nog een vervolgvraag. Ja.
Mijn vervolgvraag gaat over de praktische invulling. Ik vroeg me af of de jongerenraad denkt aan alleen primair onderwijs of ook aan zwemlessen in het voortgezet onderwijs. Dus voor wie wordt het schoolzwemmen ingevoerd volgens jullie? Nou ja, zoals ik al gezegd heb, het CBS heeft in ieder geval onderzoek gedaan naar de groep tussen de 11 en de 16 jaar sowieso. En sowieso in die groep denken we sowieso dat we in ieder geval daarin extra aandacht onder kan vallen vanuit scholen. Oké, zowel PO als VO. Dus. Ja. Dankjewel. Anderen nog met vragen inmiddels? Niet, die zijn er niet. Dan gaan we bespreken. Dan nodig ik je uit om bij aan tafel te schuiven. Dit is natuurlijk ook wat een bijzonder stuk, omdat er geen raadsvoorstel ligt, maar een voorstel van de jongerenraad. Ik wilde wel eigenlijk openen met een vragenronde. Er ligt wel een heel pak aan stukken uit het college opgewerkt, nadat u als raad daar vragen over heeft gesteld. Dus mochten die stukken nog vragen oproepen, dan kunnen we die eerst even beantwoorden en daarna geef ik het stuk in bespreking. Dus wie heeft er nog vragen over de stukken of andere vragen? Mevrouw Schepen, D66. Dank u wel, voorzitter. In de memo en ook in de andere stukken heb ik heel veel landelijke cijfers voorbij zien komen. En ik vroeg me af of er ook gemeentelijke cijfers bekend zijn inmiddels. De heer Brink. Er zijn geen concrete cijfers bekend. Maar het gaat ook even over het onderwerp waar u het over vraagt. We weten bijvoorbeeld wel wie er allemaal met de Doemeepas een zwemdiploma gehaald heeft. Die staat, heb u ook in de stukken gezien. Maar over hoeveel kinderen er een zwemdiploma hebben, dat heb u ook in de stukken kunnen lezen. Ja, als u richting geeft aan deze discussie, want het is een advies aan u, en u wilt richting geven aan deze discussie en een uitwerking eraan geven, dan kunnen we ook verder onderzoeken. Maar op dit moment zijn er niet concreet cijfers over hoeveel kinderen er nu geen diploma hebben. Dank u wel, de heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook blij dat dit onderwerp vanavond hier op de agenda staat. Want daar hebben wij al jaren voor gevochten. Maar goed, de jongerenraad die heeft het dan beter gedaan dan wij. Maar de vraag is natuurlijk van het schoolzwemmen op zich en de diploma A. Ja, ja, dan leer je een beetje zwemmen. Maar het onderhoud van het diploma, ook naar het voortgezet onderwijs, zouden wij ook graag zien dat het daarbij betrokken wordt. Maar aan u, als dat tot de mogelijkheid behoort. Het is vooral uw discussie die bepaalt of het tot de mogelijkheden behoort. Het is het advies aan u en niet aan het college. Ik wil er wel mening over geven, maar dan moet ik een college mening geven. Ik denk eerst dat, ja, volgens mij ga ik mijn boekje te beuzen. Ja, het lijkt me charmant als de commissie eerst onderling discussieert. Dank u wel. U had een vervolgvraag, meneer Bouwers. Nou, dan leg ik die vraag bij de rest van de commissieleden. Ja, dan kunnen ze dadelijk daar in de behandeling op reageren. Meneer Blanken had nog een vraag. Ja, ik had nog een vraag. Ook in de memo wordt genoemd dat er meer aandacht kan worden gegeven aan voorlichting voor migranten. Over de noodzaak van zwemlessen. Nou ja, sowieso de algemeenheid, de zwemvaardigheid van migranten. Nou, COA staat hier, geeft daar invulling aan. Maar mijn vraag is wel, er staat heel, kan meer aandacht worden gegeven, maar kan ik daar dan ook vanuit gaan dat de gemeente daar initiatieven in neemt om dat te gaan doen? We zullen die informatie zeker meenemen in hoe wij statushouders en andere allochtone nieuwe inwoners hier huisvesten. Zullen we zeker veel aandacht aan besteden, zeker met gezinnen en met kinderen. Dank u wel. Verdere vragen nog? Ja, mevrouw Van Leeuwen. Pak. Dank u wel, voorzitter. De vraag was of de school aan de wethouder of de scholen sowieso de keuze hebben of zwemmen als vorm van lichamelijke opvoeding aan te bieden. En of de wethouder weet hoe de scholen staan ten opzichte van het schoolzwemmen en het invoeren ervan.
Nou, we hebben niet een. Er zijn wel gesprekken geweest, hebt u ook in de verslagen gezien. Dat geeft wel een beeld dat er heel wisselend gedacht wordt bij de scholen over het schoolzwemmen. Het is niet een eenduidige mening, want we hebben heel diverse scholen die ook nog weer heel divers georganiseerd zijn. Waarbij de een het stichtingsbestuur bepaalt en waarbij in een andere stichting weer elke directeur voor zichzelf apart mag beslissen. Het is niet een eenduidig beeld wat we uit de eerste gesprekken hebben gezien. Maar een school die kan uiteindelijk zelf bepalen of die mee wil doen aan het schoolzwemmen of niet. Dank u wel. Verdere vragen zijn niet. Oké, dat is mooi. Dan is alles duidelijk. Dan geef ik het stuk in bespreking. Dus ik verneem graag van u wat u ervan vindt. Het lijkt me dat mevrouw Katerberg, die dit dossier toch een beetje getrokken heeft in de raad, als eerste de mogelijkheid krijgt. Gaat u gaan, mevrouw Katerberg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, in juli 2018 heeft de jongerenraad dit advies met betrekking tot schoolzwemmen uitgebracht en nu ook toegelicht. Dus dank je wel daarvoor. En dit advies gaat er eigenlijk over twee doelen. Het halen van een zwemdiploma en het onderhouden van de zwemvaardigheid. Het CDA sluit zich aan bij de jongerenraad aan waar het gaat om het feit dat ouders verantwoordelijk zijn voor het halen van een zwemdiploma. Als de kinderen met school wel naar een zwembad gaan, dan kunnen de leerkrachten een signalerende functie hebben en ouders van kinderen zonder zwemdiploma wijzen op de mogelijkheden die er zijn, zoals de Doe Meepas en het Rudy Schoolsfonds. Het CDA zou graag zien dat de mogelijkheden en kosten om de zwemvaardigheid van de kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisscholen te stimuleren onderzocht worden. We willen ons richten op een vorm waarbij de kinderen zo'n 5 keer per schooljaar naar een zwembad gaan. Hiervoor is wel overleg met de scholen, maar ook met de zwembaden nodig. We gaan er daarbij van uit dat de activiteiten die worden genoemd in het rapport van het stimuleringsprogramma Gezond in Koevorden en daaruit betaald worden, dat die onderdelen, maar er worden ook los van dit programma in andere zwembaden al activiteiten georganiseerd. In Aalden gaan de kinderen naar het openluchtbad voor zwemlessen. In Noordsleen worden onder andere zwemwedstrijden georganiseerd en in Swinderen zijn er bootcamps. In de stad Koevorden maken de scholen gebruik van Swim to Play in de Zwanenburg. Bijkomend voordeel is dat de kinderen dan de loop naar het zwembad al maken. En dat kan dat ook weer verder bevorderen. Swim to Play en de bootcamps in Swinderen worden nu al betaald uit het programma Gezond in Koevorden en dat kan dan uitgebreid worden. Afgelopen schooljaar werd het vervoer voor die zwemactiviteiten door de scholen zelf geregeld. Er is door de gemeente al navraag gedaan naar verantwoordelijkheden en veiligheid. Dit is complex omdat er verantwoordelijkheden voor de leerkrachten en voor het zwembadpersoneel zijn. Het zou goed zijn hier een gezamenlijk protocol over af te spreken, zodat er duidelijkheid voor alle betrokkenen is en onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen. Wellicht is hier voor de gemeente een coördinerende rol weggelegd. Dus de kaders die ik dan graag wil schetsen, wellicht als uitgangspunt. Zwemvaardigheid stimuleren en de kans om ouders te wijzen op het halen van een diploma. Overleg met zwembaden en scholen. Alle kinderen van groep 3 tot en met 5 keer per schooljaar naar een zwembad. Vervoer geregeld door de scholen zelf. Financiering vanuit programma Gezond in Koevorden en het opstellen van een gezamenlijk protocol veiligheid en verantwoordelijkheid. Dank u wel. Ander verhaal. Ik kijk naar BBC. Wie daar woordvoerder is, mevrouw Streur. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie wil de jongerenraad allereerst bedanken voor het meedenken met het college en de gemeenteraad over het plan schoolzwemmen. In het plan constateert onze fractie enkele tegenstrijdigheden. Cijfers over het aantal verdrinkingen van het CBS tonen aan dat het aantal verdrinkingen al jaren constant is. In 2017 verdronken 86 inwoners van Nederland, net zoveel als het jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat verdrinkt ligt al jaren rond 80 per jaar. In 1950 verdronken nog meer dan 500 mensen. In de periode 2013-2017 zijn 416 inwoners van Nederland door verdrinking om het leven gekomen, van wie 83, dat is 20%, een niet-westerse migratieachtergrond hadden.
afgezet tegen de bevolking, verdronken 3 keer zoveel mensen met een niet-westerse achtergrond als mensen met een Nederlandse achtergrond. Dan moet je denken aan 1,2 tegen 0,4 per 100.000 inwoners. De meeste verdrinkingen gebeuren onder de groep kinderen met een niet-westerse achtergrond. De hoge kosten van het plan en het feit dat basisscholen niet staan te springen op nog meer werkbelasting zijn ook argumenten die ons doen twijfelen aan de noodzaak en de haalbaarheid van dit plan. Samengevat, sympathiek voorstel van de Jongerenraad, maar gezien de ontwikkelingen op het gebied van alternatieven in de sport en de hoge kosten, vragen wij of het college bereid is om naar alternatieven te zoeken voor die gezinnen die het niet kunnen betalen. De 3% van de kinderen die nu geen diploma heeft, naar onze mening, hebben recht op zwemles en een diploma. Is een verruiming van de Doe-mee-pas een optie, vragen wij ons af. Graag een reactie. Dank u wel, mevrouw Streeuw. Dan gaan we door naar het pak. Mevrouw van Leeuwen. Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen wij van pak complimenten geven aan de Jongerenraad die met het initiatief heeft genomen met advies aan de raad te komen in zaken schoolzwemmen. Ook de fractie van PAK vindt het belangrijk dat kinderen in een waterrijk land als Nederland leren zwemmen. We zijn het met de Jongerenraad eens dat in principe de ouders daar als eerst verantwoordelijk een taak hebben. We zijn het er ook mee eens dat zwemmen een vaardigheid is die onderhoud vergt. Met andere woorden, met zwemlessen alleen ben je er niet. Wat verder opvalt is dat de Jongerenraad met name aandacht vraagt voor de kinderen in armoede. Die hebben eventueel de Doe-mee-pas tot hun beschikking. En kinderen met een migrantenachtergrond. En daar vragen ze extra aandacht voor. Het CDA is verder gekomen met een aantal concrete voorstellen. En die zien wij graag onderzocht worden door de wethouder. Ja? Dank u wel. Oudeboon, VVD. Dank u wel, voorzitter. Goed initiatief van jou. Dank je wel. Zwemles vinden wij een taak van de ouders, overduidelijk. Bijna ieder kind kan naar zwemles toe. Ook wat financiën betreft heb ik gelezen in het stuk. Doe-mee-pas kan gebruikt worden en bij de COA hebben ze ook nog percentjes liggen daarvoor. Wat wij belangrijk vinden is sport en bewegen. Dat is ook echt een taak van de gemeente. Dus niet alleen de zwemlessen, maar ook bezig zijn met het zwemmen. Dus dat kan ik aansluiten bij wat Sandra vertelde. Aantal keren per jaar. Ik had 4 opgeschreven, maar ik hoor net iets van 5. Nou, ook prima. Een natte gymles. We stonden wel even te kijken of de naam een natte gymles. Want gezien de sportaccommodaties en de leeftijd ervan, denk ik dat straks iedereen een natte gymles krijgt. Maar goed, dat buiten beschouwing gelaten. Goed initiatief. En graag even doorberekenen wat het kan gaan kosten. Een paar keer per jaar. Voordelen inderdaad bewegen. Bijhouden van de zwemvaardigheid. Vinden we ontzettend belangrijk. En eventueel kennis maken met het plaatselijke zwembad. Als dat nog niet gedaan is met het behalen van het zwembad. Dus doorzetten. Dank u wel. Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst natuurlijk complimenten voor de Jongerenraad. Ook voor het inspreken. Nou ja, goed, als we kijken nu op dit moment naar het plaatje, is dat natuurlijk wel een relatief dure manier van bewegen. Nou, op dit moment hebben we, werd net ook al genoemd, het swim to play. Nou ja, volgens een aantal cijfers gaan daarmee de zwembezoeken ook omhoog. Dus wat dat betreft een goed initiatief en wellicht is dat misschien wel iets uit te breiden. Nou, op zich met het voorstel van CDA kunnen we op zich best wel leven. Het leek me ook goed om eens echt onderzoek te doen naar hoeveel kinderen het nu gaat bij ons in de gemeente. Maar goed, wellicht zouden we het ook iets breder kunnen trekken. Want wij zijn wel voorstander om samen met de schoolbestuur en scholen in gesprek te gaan. En de sportvereniging daarbij om eens te gaan kijken hoe we het bewegen in het algemeen meer kunnen stimuleren. Dank u wel. Wie is meneer Bouwers is van zwemmen? Ja, gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Goed, zoals ik net ook al gezegd heb, het is van de Jongerenraad een mooi idee. En het schoolzwemmen op zich is goed. Is goed voor de gezondheid, is goed voor het gebruik van de spieren. En wij denken in de gezondheid gaat toch iedereen, heeft het iedereen hoog staan.
Ik denk dat dat een goede zaak is. Het is sport en bewegen. Nou, wij denken dat het op een goede manier kan, dan op deze manier. En bij de voorstellen van het CDA, die willen wij ook wel volgen. Dat is ook goed om daarmee door te gaan. En wij zouden zeggen, laten wij het op deze manier doen. En proberen in school zwemmen voor de gezondheid voor in het begin. Maar ook heeft zijn voordeel op de oudere leeftijd. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Schepers, D66. Dank u wel, voorzitter. Waardevol initiatief van de jongerenraad. Wij zouden het dan ook prettig vinden als er een verkenning plaats gaat vinden naar de mogelijkheden. Wij zien het belang voor veiligheid en gezondheid, maar graag wel in nauwe samenwerking met scholen, schoolbesturen en ook de zwembaden in onze gemeente. En dan nog kort iets over onze visie. En in de stukken konden wij allemaal lezen dat schoolzwemmen in de gemeente Coevorden is afgeschaft in 1985. En voor ons wel belangrijk omdat wij ons allemaal realiseren dat het onderwijs niet stil heeft gestaan in die tijd. Dus dat er best wat ontwikkelingen gaande zijn in het onderwijsveld die ook het, de kwestie schoolzwemmen misschien in een ander licht plaatsen. En we leren allemaal continu, hè? Daar zijn we wel van overtuigd. School is niet meer iets wat je doet, leren is niet iets wat je alleen maar doet op school, maar dat doen we ons hele leven door, eigenlijk 24/7. En er is meer aandacht gekomen voor het ontwikkelen van vaardigheden en voor het ontwikkelen van competenties en het ontplooien van talenten. En wat minder aandacht voor het overdragen van kennis. En ook diploma's hebben een andere rol gekregen in het onderwijs. En diploma's en ook zwemdiploma's vinden wij minder van belang in het jaar 2019. Dus wij zijn voorstander van schoolzwemmen. Maar wij zouden niet de nadruk willen leggen op het halen van een zwemdiploma. Een zwemdiploma is voor ons een basis. En die basis die zou voor ieder kind in onze gemeente er moeten zijn. Hè? Dus die 3% die nu nog geen zwemdiploma heeft, daar moeten wij iets voor betekenen. Dat kan ook op andere manieren. Dat kan door middel van voorlichting. Als we het hebben over migratiekinderen in samenwerking met het COA. Dat kan ook door middel van Doe Meepas of het Rudy Zwols Fonds. Als we het dan hebben over schoolzwemmen, dan liever in een breder perspectief. Dus het blijven ontwikkelen van zwemvaardigheid. Niet alleen tot het zwemdiploma, maar juist ook na het zwemdiploma. Wat betreft vitaliteit. Dus veiligheid, dat is het eerste. Maar ook vitaliteit. We willen graag gezonde bevolking hier in de gemeente Coevorden. Dus iedere vorm van sport is mooi. En een gevarieerd aanbod van sport op de basisschool ontzettend belangrijk. Ook voor persoonlijke ontplooiing prachtig, hè? Dat kinderen de kans krijgen om ook op een andere manier bezig te zijn met sport. Wie weet blijkt wel dat schoolzwemmers dat altijd zwemmers blijven. En dat die af en toe ook familie mee het zwembad innemen of vrienden. Dat zou toch een mooie bijeffect zijn. Tot zover onze visie. Nog wel een paar praktische vragen over de uitvoering hiervan. Voor wie? Heb je zelf al jouw ideeën over gedeeld? Hè? Dus niet alleen PO, maar ook zeker voor leerlingen in het VO. Ik ben benieuwd wat de scholen hiervan vinden. Ook door wie? Het is belangrijk dat we er rekening mee houden dat docenten op de basisschool niet bevoegd zijn om deze zwemlessen te geven. Daarvoor hebben ze een extra diploma nodig, een certificaat. Anders moet er een gecertificeerde zwemdocent aanwezig zijn. Ook door wie? Het is belangrijk dat het geen extra werkdruk oplevert voor scholen. Ik heb dat al eerder gehoord, die opmerking. Belangrijk om daar rekening mee te houden. Hoe vaak? Dat is goed om te onderzoeken. Ons voorstel is in
om in ieder geval om kinderen meer te laten bewegen. Dus laat het dan niet in plaats van een gymles zijn, maar liever een extra tijd aan zwemles. Dus zwemles naast de bestaande gymlessen. En doen we dat dan periodiek? Doen we het bijvoorbeeld in het zwemseizoen, dus op het moment dat de buitenbaden open zijn? Waar? Daar zouden we ook over na moeten denken. Nou, in het binnenbad en buitenbaden in onze gemeente lijkt ons zo. Maar hoe denken onze zwembaden daarover? Hebben ze daar ideeën over? En hoe? Laten we ook nadenken over het vervoer. Hoe komen onze kinderen in die zwembaden? Vooral, hoeveel kost dat en wie gaat dat betalen? Graag verkenning van de mogelijkheden. Wij zien zeker belang voor veiligheid en gezondheid. En in nauwe samenspraak met schoolbesturen en zwembaden in onze gemeente. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk eerst maar eens richting de commissie of er behoefte is om op elkaar te reageren of om elkaar nadere vragen te stellen over elkaars inbreng. Die is, ja, mevrouw Streur, ga er gaan. Nou, niet zozeer een vraag, maar een aanvulling. Datgene wat CDA net opmerkte, lijkt me heel goed om onderzoek te doen van hoe is hier in onze gemeente nu de stand van zaken. Zodat op basis daarvan heel gericht op de problematiek ingezoomd kan worden en ook gezien kan worden van hoe kun je dat nou gaan aanpakken en welke doelgroepen betreft het. Dat lijkt me heel belangrijk. Dank u wel. Verder nog behoefte op dit moment niet. Dan kijk ik richting het college of die hier wat chocola van kan maken, zeggen ze dan. Ik had gehoopt dat de voorzitter dat zou doen, maar we gaan het proberen. Dat wil ik wel doen, maar dan ga ik wel heel erg op uw stoel zitten, meneer Berg. Wat ik vanuit deze vergadering hoor, is dat u allemaal bijzonder veel waardering hebt, net als het college, voor het initiatief van de Jongerenraad. Dat u eigenlijk allemaal zegt van en corrigeert u mee als u het anders ziet hoor. Dat u eigenlijk allemaal zegt, we zouden die zwemvaardigheid na het behalen van het diploma moeten stimuleren. Dan is het de vraag, zoals CDA ook neerlegt, van goh, hoe vaak zou dat dan moeten en wat is dan effectief? Dat zou je verder moeten onderzoeken. En wat ik u ook hoor zeggen is dat u het bewegen van jongeren in zijn algemeenheid verder zou willen bevorderen. Dat is even in de grote lijn. En ik heb ongetwijfeld een aantal opmerkingen van mevrouw Katerberg, die ze volgens mij terecht maakte, hier even niet genoemd. Maar ik vond het wel een hele mooie suggestie om te kijken van of we op die manier zwemmen en bewegen. Ook op een efficiënte manier. Want u hebt gezien, als je kijkt naar vervoer, en mevrouw Katerberg doet daar volgens mij een goede suggestie voor. Ja, als je alle kinderen zwemlessen zou geven en je zou het vervoer daarvoor regelen, dan bent u zo'n 6,5 ton kwijt. Want het vervoer is de helft van het geld. Dat is wel, als u zegt van dat hebben we er graag voor over, omdat dit het allerbelangrijkste is, dan is dat natuurlijk aan u. Maar dat is natuurlijk wel een heleboel geld. En is de suggestie, denk ik, van mevrouw Katerberg om te kijken of je dat op een andere manier ook zou kunnen regelen. Dat zou mooi zijn. En we zouden kunnen kijken welke scholen hier enthousiast voor gemaakt zouden kunnen worden. Maar het is natuurlijk aan u om deze kaders vast te stellen, waar wij en onze medewerkers flink mee aan de slag zullen gaan. Dank u wel. Dat roept in ieder geval een reactie op bij mevrouw Streur, BBC. Ja, de kosten in dit plan vinden wij extreem hoog. Dat vinden wij echt. Niet alleen vervoer, maar ook de kosten voor het zwemmen. Ik denk dat we in het algemeen, we zeiden net, het belangrijk is dat jongeren bewegen. Nou, zet ze dan lekker op de fiets of laat ze wandelen naar het zwembad. Dan komt het allemaal goed. Dan hebben we die kosten in ieder geval niet. Maar het is in ieder geval wel belangrijk dat er kritisch gekeken wordt naar een uitwerking, naar de uitwerking van een plan wat breder trekt dan alleen een schoolzwemmen. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje aan de commissies. Diverse partijen hebben zulke soort suggesties wel gedaan. Als ik hem even samenvat. Ja, mevrouw Kamer. Ja, nou, het gaat hier om schoolzwemmen. En ik denk dat we daar in dit voorstel, in deze kaders, ons ook toe moeten beperken. En er zijn wel andere mogelijkheden voor andere vormen van sport.
En wel wat mevrouw Schepers ook zei van aan scholen zelf is het om het als extra toe te voegen aan hun bewegingsuren. Nou ja, goed, daar gaan zij zelf ook wel op in. Dank u wel. Anderen nog? Niet. Als ik hem op school zwemmen dan even samenvat, dan vat ik hem zo op dat gevraagd wordt een voorstel uit te werken met een beperkt aantal mogelijkheden voor scholen om te zwemmen, waarbij de scholen zelf voor het vervoer zorgen, 4 à 5 keer. En ons dat eens voor te leggen wat dat zou kosten, zodat de raad daar een verder besluit op kan nemen. Vat ik hem zo voldoende samen? Nou, als u met die vraag uit de voeten kunt, wethouder, dan zijn we er. Zeker, voorzitter, kan ik met die vraag met onze medewerkers wel uit de voeten. Dat zullen we ook graag doen. Ik hou ook heel graag uw suggestie in de gedachte om jongeren extra te stimuleren om te bewegen. En ik hoop daarin in de kaderbrief ook mogelijk wat voorstellen naar u te doen. Oké, dank u wel. Voor de commissie voldoende behandeld zo. Roy, dan krijg je het laatste woord. Ga je tevreden naar huis? Of niet? Ja, zeker. En ik wil iedereen in ieder geval vast bedanken voor de moeite. Jullie ook bedankt voor de moeite. Meneer Oudeboom nog. Sorry Roy, je had eigenlijk het laatste woord hoor ik. Maar ik wil toch nog één vraag stellen. Dat schiet me ineens te binnen. En blijkbaar ben ik ook iets later zoals sommige andere collega's hier. Waarom zouden sommige scholen niet mee willen doen? Dat zou ik nog wel een vraag vinden. En vooral het antwoord op willen weten. U hebt in de stukken ook gezien dat er vragen en twijfels zijn over de verantwoordelijkheidsverdeling, wat mevrouw Katerberg ook aankaart, over de kosten, over het organisatorische werk wat erachter zit. Scholen zijn behoorlijk belast tegenwoordig, dat hoorde u ook van mevrouw Schepers. Dus er zitten ook wel wat vraagtekens bij sommige scholen om hier aan mee te kunnen werken. Dus dat is eigenlijk de reden waarom sommige scholen twijfels hebben en andere scholen daar toch een beetje anders over denken. Oké, dank u wel. Nou, dan ronden we daarmee dit agendapunt af. Dan gaan we naar agendapunt 10. En als je wilt zwemmen, dan heb je ook een zwembad nodig. En daar gaat dit voorstel over. Het hoeft niet per se gasloos te zijn, maar daar gaat dit voorstel wel over. Het voorstel is bekend, heeft hier eerder op de agenda gestaan. Ik kijk of er nog vragen zijn over dit raadsvoorstel. De heer Soppen nog, BBC. Ja, ga er gaan. Ja. Dankjewel, voorzitter. Net als in de vorige commissievergadering hadden wij al de vraag gesteld over een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek. De wethouder had ons dat toen al toegezegd. En eigenlijk hebben wij tot op heden dat nog steeds niet gezien. We hebben wel een haalbaarheidsonderzoek door de projectleider voorbij zien komen. Maar dat vinden wij onvoldoende. Wethouder, hoe zit het met het onafhankelijke haalbaarheidsonderzoek? Ja, voorzitter, sta mij toe dan ook even kort wat context te schetsen. Om ook niet alleen de raadsleden die uiteraard zich verdiept hebben in de geschiedenis van de zwembaden in Coevorden, maar ook het publiek enigszins in stelling te kunnen brengen. We hebben zo'n 2 jaar geleden hebben we de bezuinigingsdiscussie met de 4 zwembaden in Coevorden hebben we afgesloten hier binnen de raad met
de constatering dat de bezuinigingen die we voorgesteld hebben en doorgevoerd hebben ook wel het maximale is wat bereikbaar is. Het enige wat nog zou kunnen was onderzoek naar de mogelijkheid van aardwarmte bij de Zwanenburg. Dat hebben we hier in deze raadzaal zo afgesloten en afgesproken dat daar een onderzoek naar zou komen en dat de opbrengsten natuurlijk van een eventuele bezuiniging naar de gemeente toe gaan. En dus de opbrengsten van de hele bezuinigingsoperatie, inclusief voor wat u vanavond hier bespreekt, gaan naar de gemeente toe. Dat onderzoek heeft geleid tot het stuk wat hier staat. Ook de haalbaarheid die onderzocht is, die is op initiatief van het bestuur gegaan. Het bestuur van de Zwanenburg heeft de afgelopen jaren diverse verduurzamingsprojecten doorgevoerd, zoals u weet. Waardoor ook de bijdragers van de gemeente opmerkelijk naar beneden bijgesteld konden worden. En de ervaring en de kennis die zij daarbij opgedaan hebben, hebben zij gebruikt voor het haalbaarheidsonderzoek. Omdat de Zwanenburg simpelweg niet zomaar een bedrag voor onderzoek beschikbaar heeft. En dat hebben zij aangevuld met kennis van de firma Sweco. Sweco is een onderzoeksbureau en Sweco heeft al diverse opdrachten gedaan voor de Zwanenburg tot volle tevredenheid van iedereen. En daar met die gegevens heeft de Zwanenburg met zowel de gemeente als met de provincie gesproken over de mogelijkheden voor subsidiëren en bijdragers. En daarin was zowel voor de provincie als voor de gemeente voldoende vertrouwen gewekt om te zeggen van wij zijn bereid om daar een subsidie voor te verstrekken en om de borging voor de lening te garanderen. Dat heeft het college aan u voorgesteld. In het vervolgproces wat op dit traject nu in gang gezet kan worden, is een verdiepend onderzoek, want er moet ook wel een detailonderzoek gedaan worden, op basis waarvan ook bedrijven een offerte maken kunnen. Dat detailonderzoek zouden wij, want ik heb u niet misverstaan natuurlijk, zouden wij heel goed als haalbaarheidsonderzoek kunnen kwalificeren. Dus de gegevens die daaruit komen zouden nu in staat moeten stellen om zowel technisch als financieel een beoordeling te maken of de haalbaarheid ook daadwerkelijk het geval is. Dat zou dus betekenen dat ik in dat proces voor u een beslismoment en een betrokkenheidsmoment kan organiseren. Daarna volgt natuurlijk nog een offerteproces. Als de offertes binnen zijn, worden zij opnieuw beoordeeld en zouden we een betrokkenheid van deze raad kunnen organiseren. De financiering van de onderzoeken die zit wel in de subsidiebedragen die aangevraagd zijn en onder voorwaarden toegezegd zijn. Dus de Zwanenburg heeft niet zomaar geld om onderzoeken te doen. Die zitten in feite, de onderzoeken die echt geld kosten, die zitten in de subsidieaanvraag. Maar er zijn dus wel beslismomenten en haalbaarheidsonderzoeken en predicaten af te geven op dat onderzoek. Dat wil ik u graag meegeven. Dan hebt u het hele traject in feite in de context geplaatst. Daarnaast is er natuurlijk, als u naar de bedragen kijkt, dan is er een lening. Die lening die wordt terugverdiend. Daar zit een terugverdientijd op. De bijdrage van de provincie, daar hoeven we niks van terug te betalen. Wat u in feite gevraagd wordt is, bent u bereid om 150.000 euro voor een verduurzaming ter beschikking te stellen, zodat ook onze klimaatopgave wat dichterbij gebracht kan worden? Nou, een hele uitgebreide beantwoording van de vraag omtrent het. U hebt er nog een vervolgvraag op dit onderwerp, meneer Soppen. Ja, de heer Brink die heeft het over het onderzoek door Sweco. Maar dat onderzoek is op initiatief van stichtingsbestuur. Dus wij zien graag dat er een onafhankelijk bureau een haalbaarheidsonderzoek ingesteld wordt. En daar hebben we ook graag nog wel wat geld voor over. Okay, ja, dat is meer een voorstel richting de commissie, denk ik, dan dat het een vraag bevat aan het college.
toch ook wel graag even reageren. Want ik zou Sweco toch ernstig tekort doen alsof zij niet onpartijdig zouden zijn. Want Sweco heeft één belang. En dat is een goed advies uitbrengen. Want doen ze dat niet, dan krijgen ze niet zo makkelijk een opdracht weer. Dus de onafhankelijkheid van Sweco, de partijdigheid van Sweco zou ik toch even graag ter discussie willen stellen. Mevrouw Van Acta. Anderen met vragen. Mevrouw Driehuis, pak. Nou, niet zozeer een vraag. Nee, dat moet eigenlijk in de bespreekronde. Dat komt daar terug. Dan houdt u hem even vast. We doen eerst de vragen even. Mevrouw Visseling, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. U zegt, meneer Brink, dat er nog een vervolgonderzoek komt. Hè. Dit was een globaal onderzoek. Hierna volgt nog een verdiepend onderzoek. Kunt u aangeven wie dat verdiepende onderzoek gaat doen? En mijn tweede vraag, ik heb maar twee vragen, dus ik denk dat dat wel lukt. De tweede vraag is, vindt u dan niet, als u het nu zo schetst, hè, er is eerst een globaal onderzoek, dan is er vervolgens een verdiepend onderzoek en dan worden er nog de offertes bekeken. Vindt u dan niet dat dit raadsvoorstel dan anders geformuleerd moet worden? Dank u wel. Ja, volgens mij komen er ontzettend veel van dit soort raadsvoorstellen gewoon zo voorbij. Dus ik vond hem niet zo vreemd. En ik vond het. Ik ken het stichtingsbestuur van de Zwanenburg. Die passen buitengewoon goed op de centen. En ik vond de opbouw die ze gekozen hebben. Om met de eigen kennis. Je hoeft je eigen kennis ook niet te verloochenen. Als je die hebt, mag je die gebruiken. Graag zelfs. En aangevuld met enige kennis van Sweco. Vond ik nog niet zo'n rare opdracht uitgevoerd. Dus wij hebben daar als college, collegebreed, van financiën tot techniek, hebben wij gedacht van, dit is niet zo'n raar voorstel. Dat het vervolgonderzoek, wij het lag voor het stichtingsbestuur volgens mij voor de hand, dat Sweco dat zou doen, omdat ze met Sweco tot nu toe in zee gegaan zijn. Het ligt voor de hand dat Sweco dat in het plan van het stichtingsbestuur zou doen. Dank u wel. Anderen met vragen? Niet. U bent uitgevraagd. We hebben het ook al een keer besproken. Nou, geef ik het stuk graag in bespreking. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Wie? Meneer Hoedemaker, D66. Dank u wel, voorzitter. De antwoorden van de wethouder bieden naar oordeel van D66 nog voldoende beslismomenten om vraagtekens of vragen over de haalbaarheid te stellen. Maar afgezien daarvan, alleen op koersen op onafhankelijke financiële haalbaarheidsonderbouwing gaat voorbij aan de milieu- en de klimaatbaten die dit project allemaal met zich meebrengt. En om van dat eerste, van die financiële haalbaarheid, je fiat af te laten hangen, is naar oordeel van D66 toch wat armoedig en het getuigt van korte termijn denken. Dank u wel. Draait je af, meneer Powers, PPC, geen behoefte af, doet meneer Niemeyer het? Ja, dank u wel, voorzitter. Het is, het probleem is natuurlijk, als dit allemaal nog weer verandert, en hoe zit het met de subsidie die is toegezegd, hè? Staat die nog vast of komt daar ook nog weer een moment in van dat het niet door kan gaan, omdat de subsidies zijn verlopen of worden ingehouden. Het voorstel wat voor ligt, ja, dat is op zich helemaal niet... niet slecht, het is goed en het behoeft me ook nog niet te beslissen als het doorgaat, ja of nee, want er komen nog allerlei onderzoeken komen naar ons toe. Nou, en dat zullen wij graag afwachten. Maar de subsidiegelden, blijven die intact? Dat is de vraag. Ik neem aan dat het college daar straks nog even op reageert. We doen eerst de eerste ronde commissie. De heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben dit plan een paar weken geleden ook al besproken. Toen heb ik al kort mijn mening laten blijken. En ik steun dit plan. Je kunt zien dat dit plan door kennis van de vrijwilligers is opgesteld. Samen met ambtelijke ondersteuning van de gemeente ligt daar een
degelijk plan. Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat daar ook kennis bij is gehaald van een externe partij, een onafhankelijk bureau die echt samen heeft gewerkt. En daarbij is daar ook een plan gekomen dat getoetst is door de provincie. Nou, daar staat duidelijk in de brief van de provincie welke voorwaarden zij eraan stellen. Zij willen ook meegenomen worden in de uitvoering straks. Nou, we hebben net gehoord van de wethouder hoe hij dat proces voor ogen ziet. Maar ook de provincie wil daar graag terugkoppeling op. En ik denk dat dat ook zeker waarde heeft voor ons als raad. Dus dat zou ik ook graag volgen. Maar ik denk dat we hier nu voortgang mee moeten maken. Want wij willen als gemeente nu aan de slag met duurzaamheid. En ja, nu ligt daar een mooi plan. Dan moeten we ook B zeggen en dan moeten we aan de slag gaan. Dus volgens mij is daar ook positivisme aanwezig binnen deze raad. En moeten we dat echt nu een vervolg geven. En wil ik wel de vraag stellen of meegeven aan colleges dat wij niet elke keer weer deze discussie zo aan moeten gaan. Dus we hebben in onze begroting een PM-post voor duurzaamheid staan. Laten we daar nu zo snel mogelijk invulling aan geven. Zodat wij ook gewoon echt nu uitvoering kunnen geven aan die duurzaamheidsmaatregelen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben na de bestudering van de stukken en de gesprekken die wij hebben gevoerd met de Zwanenburg en ook met de wethouder, zijn wij toch wel van mening dat dit in ieder geval niet het haalbaarheidsonderzoek is wat wij verwachten. Het gaat om een financiering van €500.000, gemeenschapsgeld. En wij vinden het heel vervelend dat wij hier mensen mee teleurstellen. En wij zijn zeker onder de indruk van alle inspanningen van het bestuur, het enthousiasme en de bevlogenheid. Maar, en dit heeft ook niks met vertrouwen te maken, hè, zoals er gesuggereerd werd. Maar vanuit onze rol, als controlerende rol, is er echt wel meer nodig. En de VVD staat zeker voor goede financiële haalbaarheid. En daarom stellen wij een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek voor. Alvorens hiervoor een raadsbesluit genomen kan worden. En ook wij willen zeker geen afstel, maar uitstel. Dank u wel. Dank u wel, Pak. Mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst even kijkend naar de reden waarom we dit opnieuw op de agenda hebben gezet. Die enkele vraag had volgens mij ook vorige keer in de bespreking tijdens de commissie of de raadsvergadering kunnen worden gesteld. Maar goed, dat terzijde. Wij hebben toen ook al gezegd dat wij dit op zich een heel erg goed plan vinden. Wij vinden het een helder plan, goed onderbouwd, zowel technisch als financieel. Plan wat, zoals daar al door de PvdA werd aangegeven, getoetst is door zowel de provincie als ook de gemeente. Ja, er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Wij denken dat dat op zich goed is. Het vervolgtraject zal ook voor de aanbestedingstrajecten alsnog moeten worden gekeken in hoeverre het traject haalbaar is. Dus daar komen nog meerdere onderzoeken aan en als gevolg daarvan. Wij hebben destijds de Zwanenburg notabene gevraagd om te kijken naar extra bezuinigingen op dit gebied. Ook om de andere zwembaden wat te ontlasten. Nou, ik denk dat de Zwanenburg een heel erg goed en innovatief plan heeft neergelegd. Wat mij tevens verbaast is dat wij hier een ontzettende discussie gaan lopen voeren over een bedrag wat eigenlijk volgens mij heel reëel is. Terwijl we hier projecten voor veel hogere bedragen zonder enig haalbaarheidsonderzoek laten doorgaan. Ik denk dat dit een heel mooi plan is. Dat het een heel goed voorbeeld kan zijn voor alle andere zwembaden en sportaccommodaties. Dat het een hele belangrijke bijdrage gaat leveren in ons streven energie-neutraal te worden. En onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Dus wat ons betreft hoeft daar geen extra haalbaarheidsonderzoek te worden uitgezet. Wat ons betreft mag dit gewoon door en moeten we aan de slag. En dat is onze bijdrage. Dank u wel, de heer Soppe, BBC. Ja, ik vraag me af hoe het PAK de cijfers over de kennis over technisch en financieel uit de stukken heeft gehaald.
Maar voorzitter, in 2017 heeft de Raad van de gemeente Coevorden de vier zwembaden unaniem de opdracht gegeven om te gaan verduurzamen en onderling de samenwerking te zoeken. Deze initiatieven van de zwembaden juichen wij uiteraard van harte toe en kunnen op onze steun rekenen. Te meer het thema duurzaamheid bij onze fractie hoog op de agenda staat en een belangrijk onderdeel is van ons raadsakkoord. Wat vanavond door het college opnieuw aan de Raad wordt voorgelegd, betreft het project Zwanenburg Gasloos. En opnieuw geven we aan dat als we het hebben over impulsen voor duurzaamheid, dit een heel mooi voorbeeld hoe we die verduurzaming concreet vorm kunnen geven. Tijdens de vorige commissie- en raadsvergadering hebben we reeds gemeld dat bij het raadsvoorstel een wat ons betreft cruciaal onderdeel ontbreekt, een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek. Een financiële en technische toetsing over de haalbaarheid van het project Zwanenburg Gasloos. Dat met andere woorden, financieel, technisch en risico moeten in balans zijn. Mogen wij de portefeuillehouder dan vragen naar toegezegde haalbaarheidsonderzoek alsnog door een onafhankelijk gecertificeerd bureau uit te laten voeren? Direct gekoppeld aan dit onafhankelijke haalbaarheidsonderzoek willen we ook dat er een exploitatiebegroting wordt opgesteld na investering, welke wordt vergeleken met de cijfers voor investering. We pleiten ervoor dat deze direct meegenomen wordt in het onafhankelijk onderzoek, zodat we als fractie en als raad een compleet inzicht krijgen in de haalbaarheid van het projectplan. Onze fractie wil met name inzicht of de in het projectplan geschetste besparing versus de extra kosten in de komende jaren niet leiden tot een extra last per saldo onderaan de streep. Want wie draait daar voorop? Onze fractie wil met name inzicht of de in het projectplan geschetste besparing versus de extra kosten in de komende jaren niet leiden tot een extra last per saldo onder de streep. Een investering van 500.000, waarin 290.000 euro overheidssubsidie zit en 210.000 aan lening aan de gemeente, dan is het toch niet vreemd om naar een gedegen en zorgvuldig onderzoek te vragen. Ook hebben we nog een vraag betreffende de reeds toegekende beschikking over de subsidie van de provincie Drenthe. Hierin wordt gemeld dat de Zwanenburg zijn prestaties dient uit te voeren overeenkomstig hun activiteitenplan. Onze vraag aan de portefeuillehouder: wat gebeurt er als de prestaties niet op tijd gehaald worden? Gaat de gemeente hierover nog in overleg met de provincie? En als laatste vraag, met betrekking tot alle vier de zwembaden, kan het één gevolgen hebben voor het ander? Met andere woorden, Zwanenburg niet door, dan andere baden ook niet, of andersom. Voorzitter, er komt tot een afronding. De fractie van BBC 2014 stelt voor om dit agendapunt op te schorten totdat het onafhankelijke door gemeente Coevorden ingestelde haalbaarheidsonderzoek ter kennisgeving aan de Raad is voorgelegd. Dank u wel. Dank u wel. De heer Heling, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het raadsvoorstel aangaande het gasloos maken van sportcomplex de Zwanenburg. Een voorstel dat we uitgebreid binnen onze fractie besproken en bediscussieerd hebben. En dit voorstel is ook al eerder in de commissievergadering aan de orde geweest. Laten we de plussen en de minnen eens op een rij zetten, alvorens we de sprong in het diepe al dan niet wagen. Een mooie plus is het duurzame karakter van het project. Gebruik van warmteopslag in de grond, gecombineerd met zelf opgewekte energie. We schrijven erover in ons verkiezingsprogramma en je zou het kunnen zien als een mooie invulling van het rentmeesterschap. Tevens is het een vrijwillig project dat is opgezet door een onbezoldigd bestuur. Ook dat spreekt ons zeer aan. Het gebruik maken van de kracht in de samenleving met betrokkenheid van deskundigen en specialisten. Het is ook een vooruitstrevend project waarin nieuwe technieken worden gebruikt die ons, maar ook anderen in de toekomst wellicht verder kunnen helpen om aan onze doelstellingen te voldoen. We hebben als gemeente ook een duidelijke voorbeeldfunctie. We weten dat verduurzaming van maatschappelijk vastgoed gewoon een fixe investering vergt. Door dit project kunnen we kennis en kunde vergaren aangaande relatief kleinschalige energieprojecten. Het project behelst niet alleen het zwembad, maar ook de sporthal. Het is dus breder dan waar in de commissievergadering over is gesproken. Het overdekte zwembad heeft een regiofunctie, zeker wat de zwemlessen betreft. En last but not least, alle revenuen komen bij de gemeente terecht. Het is goed dat wij ons dat realiseren. Er is door ons ook een aantal minnen in het raadsvoorstel geconstateerd. Had de financiële vormgeving niet anders gekund? Als we dan toch modern bezig zijn, waarom maken we dan niet gebruik van een operational lease constructie? Of is dat de installateur wat te link?
Bovendien zetten we vraagtekens bij de technische haalbaarheid. Vaak lopen de onderhoudskosten bij dergelijke nieuwe apparatuur behoorlijk op. Je kunt je ook afvragen of het wel verstandig is om voorop te willen lopen. Dan heb je misschien wel het beste uitzicht, maar krijg je ook de hardste klappen. Misschien zijn er straks wel betere alternatieven. Ook maakte de heer Beekman in de vorige commissievergadering een opmerking in de trant van: als het mijn bedrijf was, zou ik het niet aanschaffen. Dat geeft toch op zijn minst voeding aan enige twijfel over de terugverdientijd. Een investering is prima. De provincie gelooft erin gezien de subsidie, maar we moeten ons als gemeente wel realiseren dat wij de risico's lopen en opdraaien voor eventuele meerkosten. En het is alweer een voorstel dat betaald moet worden uit de algemene reserve, terwijl deze niet weer wordt aangevuld. Per raadsvergadering wordt deze algemene reserve kleiner. Misschien is het een idee om het zomerreces wat langer te laten duren, dan houden we aan het eind van het jaar nog wat over. Even kijken. Ook bereikten ons signalen van het bestuur van een openluchtzwembad. Zij vonden het lastig om uit te leggen aan hun zeer vele vrijwilligers dat de gemeente ons zo makkelijk met subsidies dat de gemeente ineens zo makkelijk met subsidies lijkt om te gaan, terwijl dit in het verleden altijd een heikel punt was. Hoe kijkt de portefeuillehouder daar tegenaan? Heeft het CDA met deze bedenkingen last van koudwatervrees? Misschien wel, maar liever dat dan kopje ondergaan. We zijn benieuwd hoe andere partijen erover denken en ook zeker benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder. En we hebben, voor de aangang van de vorige commissievergadering al een aantal schriftelijke vragen gesteld en tijdens die vergadering nog enkele vragen en bij ons bleven nog een aantal vragen over. Er leven bij vrijwilligers van openluchtzwembaden binnen onze gemeente duidelijke gevoelens van onrechtvaardigheid. Zij hebben met enorme inspanningen al geweldige stappen gezet. Hoe denkt de portefeuillehouder deze gevoelens weg te nemen? Een deel van deze gevoelens had wellicht kunnen worden weggenomen door communicatie met andere baden. Kan het vier baden overleg weer nieuw leven worden ingeblazen? En C, wij maken ons ernstige zorgen over de onderhoudskosten in de nabije toekomst. Is er een plan van aanpak om deze te beteugelen? D, de terugverdientijd lijkt alleen binnen de perken te kunnen worden gehouden door gebruik te maken van subsidies. Moet de gemeente nu alvast geld reserveren, dus het geld wat straks verdiend wordt met de besparingen, om een nieuwe subsidie te kunnen betalen als het materiaal al is afgeschreven, terwijl het nog niet is terugverdiend? En we willen ook inderdaad de twee beslismomenten die de heer Brink noemde, wel formeel genoemd hebben straks. Dat was het. Dank u wel. Ik blijf er maar op hameren dat de vragenronde toch echt is voor het stellen van vragen. En dan hoeven we geen extra termijn voor vragen weer in te lassen. Ik kijk eerst maar eens rond of er in de commissie nog behoefte is om als fracties onderling op elkaar te reageren of daar nog vragen bij te stellen. Die is er niet. Dan is denk ik het woord aan het college om te reageren op hetgeen gewisseld is. Ik denk ook al even vooruit richting verdere behandeling. Gezien hetgeen gewisseld is, zou ik mij twee opties kunnen voorstellen. Dus enerzijds een bespreekpunt inderdaad met een mogelijke amendering van partijen. Het zou kunnen zijn dat het college hier een voorstel doet om dit raadsvoorstel aan te houden en te voorzien in hetgeen u hier zo'n beetje vraagt. Dus ik ben benieuwd. De heer Brink, wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met een van de laatste opmerkingen over de vrijwilligers van andere baden. Zoals ik ook al in het stuk schreef en volgens mij in de eerste behandeling ook gezegd heb, wij nodigen graag andere baden uit om ook met initiatieven te komen. Dat we in de vorige periode de mogelijkheden voor subsidie niet hadden, dat weet deze raad als geen ander, want we hadden ook geen geld om daar wat mee te doen. We hebben nu gelukkig, dankzij een stringent beleid van de vorige periode van ditzelfde college, hebben we wel mogelijkheden. En dat die mogelijkheden er toen niet waren, was
evident aan de situatie dat de mogelijkheden er nu wel zijn, hebben we te danken aan een beleid wat we zelf hier gevoerd hebben als gemeente. Wij nodigen graag alle vrijwilligers, alle zwembaden uit om met initiatieven te komen om verdere verduurzaming te bewerkstelligen en die ook bijdragen aan een verminderde exploitatie bijdragen aan de zwembaden, want dat is wel de voorwaarde. En als zij ook subsidies bij elkaar kunnen vinden, dan zijn ze bij ons zeer welkom en zullen we daar als college ook zeer welwillend tegenover staan. Dus ik hoop dat ik voor die vrijwilligers die zich onrechtvaardig behandeld voelen, dit even heb weggenomen, want het college, zoals u ze al heel lang kent, heeft geen behoefte aan om stiefkinderen of wat dan ook te maken. Daar hebben we helemaal geen zin in. Die tijd zijn we hopelijk voorbij. Voorzitter, ik bespeur binnen een aantal fracties dat zij absoluut een haalbaarheidsonderzoek willen. Als een meerderheid van de Raad dat wil, dan komt dat haalbaarheidsonderzoek er. Dat betekent wel dat we ons besluit wellicht even uit moeten stellen en een nieuw raadsvoorstel moeten formuleren. Het zal mij wel wat waard zijn als de Raad zich uitsprak over ja tenzij het haalbaarheidsonderzoek het niet haalt, of nee tenzij het haalbaarheidsonderzoek het niet haalt. Bent u bereid om die 150.000 euro voor die verduurzaming uit te geven of niet? Het haalbaarheidsonderzoek, als een meerderheid van de Raad dat wil, dan komt die er. Want u beslist daarover. En het haalbaarheidsonderzoek zit natuurlijk een heleboel vragen en antwoorden op de vragen van meneer Soppen. Die zijn behoorlijk gedetailleerd, maar die geven natuurlijk wel een aantal antwoorden op hoe in de exploitatie de kosten ook gedragen kunnen worden. En dat is inherent aan het haalbaarheidsonderzoek, volgens mij. Voorzitter, volgens mij heb ik daar, hoop ik ook mee, een heleboel vragen beantwoord, want het waren er nogal wat. Ik hoop dat ik ze zo in zijn totaliteit beantwoord heb. En als u daar nog aanvullingen op wilt, merkt meneer meneer Bouwers heeft over de termijn van de subsidie gevraagd. Wij moeten medio volgend jaar gepresteerd hebben. En als we de besluitvorming heel erg lang rekken, gaan we dat niet halen en zullen we in gesprek moeten. Maar als we de besluitvorming kunnen in een nieuw raadsvoorstel zo kunnen verwoorden dat we een haalbaarheidsonderzoek doen, dat het haalbaarheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van het raadsvoorstel, dat u zegt van in principe zijn we bereid om bij te dragen samen met de provincie om ook aan onze verduurzamingsagenda bij te dragen, dan kunnen we daar een goed voorstel van maken. En nog even voor mijn beeld, komt u dan voor de raadsbehandeling al met een nieuw raadsvoorstel? Moet ik het zo interpreteren? Ik kom met een nieuw raadsvoorstel waarin dat onafhankelijk onderzoek vermeld staat. En dat onafhankelijk onderzoek, dat leggen wij voor de definitieve besluitvorming aan u voor. Dat zit in het raadsvoorstel. Dat vraagt dus even tijd. Want wij moeten een onderzoeksbureau, we moeten de vraagstelling eerst eens definiëren. Dan moet er een onderzoeksbureau tijd en de ambitie hebben om dat te onderzoeken. Dan hebben we de uitslag van zo'n onderzoek. Ik voorspel u dat u 18 weken verder bent voordat u hier een besluit over genomen hebt. Nou even voor mijn beeld. Het kwartje wil bij mij nog niet vallen. U stelt voor dat om dit raadsvoorstel aan te houden en om die tijd te nemen om een nieuw raadsvoorstel te formuleren. Ja, zo heb ik hem goed begrepen. Oké, en dan wilt u nog graag wat inkleuring van de commissie bij op hetgeen u net voorstelt. Of de partijen die bedenkingen hebben met deze werkwijze kunnen leven. En dan kijk maar even richting BBC. Soppa, ja, gaat u gaan. Voorzitter, duurzaamheid. Zorgvuldigheid, maar niet tegen elke prijs. Maar het voorstel wat de portefeuillehouder nu doet, een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek door een gecertificeerd bedrijf. Onderzoek duurt 6 tot 8 weken. Dus hoe de wethouder aan 18 weken komt, lijkt mij een beetje overdreven. Mocht dat haalbaarheidsonderzoek uitwijzen dat het plan
haalbaar is, technisch, financieel en risico's in balans, dan is onze fractie bereid om daar een ja tegen te zeggen. Dank u wel, helder antwoord. Kijk nog even richting CDA, die had ook minnen. Van uw kant nog een reactie, meneer Heerling. Ja, wij gingen in eerste instantie ook voor een haalbaarheidsonderzoek. Ja. U kunt uit de voeten met dit voorstel. Ja. Ja, kijk nog even richting VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen goed uit de voeten met dit voorstel. Als mocht blijken inderdaad dat het niet haalbaar is. Zelfs dan kunnen wij ons voorstellen dat wij in het kader van verduurzamen daar toch mee akkoord gaan. Maar we vinden het heel erg belangrijk om goed te weten waar we ja tegen zeggen. Dank u wel. Oké, helder. Anderen nog behoefte om te reageren? Niet. Nou, daar ronden we hiermee af. Dan komt het voorstel niet terug op de agenda van de Raad en krijgt u TZT een aangepast voorstel. Dan hebben wij nog agenda punt 11. Dat betreft een ontwerp statuutwijziging onderwijsstichting Arcade. Zijn er vragen over dit voorstel? Is er wens om er überhaupt iets over te zeggen? Of kan het als... Ja, die is er wel, de heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst, ja, het gaat eigenlijk over een stuk, niet over onze gemeente, maar over twee scholen in de gemeente Hardenberg. Maar goed, toch daagt het mij uit om hier iets over te zeggen. Want ik vind het nou ja, goed, mooi dat deze samenwerking tussen het openbare en het christelijk onderwijs tot stand komt. Ja, naar ons inziens wordt er zo ook zorg gedragen voor onderwijs in kleine kernen. En wat naar ons inziens ook weer belangrijk is voor de leefbaarheid. Maar goed, wij willen de wethouder vragen om dan ook dit goed te volgen. En ja, om eventueel dit mee te nemen in gesprekken over met bijvoorbeeld het onderwijshuisvestingsplan. Ja, zodat we niet krijgen wat bijvoorbeeld in Geest gebeurd is met het openbaar en het christelijk onderwijs. Bijvoorbeeld in andere kernen. En ik denk bijvoorbeeld hier, we moeten ons denk ik ook niet kunnen voorstellen dat misschien straks in Geestbrug bijvoorbeeld geen onderwijs meer is. Dus dat zou ik graag de wethouder willen vragen om dat te doen. Kijken richting de heer Huizing of deze inbreng nog een reactie van uw kant oproept. Nou ja, we hebben het eigenlijk in soortgelijke bewoording al over gehad. En Arcade heeft ook aangegeven dat zij graag bereid zijn om met de partner in Hardenberg om gewoon eens een keer in het gezamenlijk overleg, het LEA-overleg, om daar een presentatie te geven. En vooral ook al die dingen, want het klinkt allemaal heel mooi, maar om zo'n heel proces door te gaan, is in ieder geval wel nodig dat iedere partij er ook echt voor wil gaan. Want als je dat niet wil, dan komen er onderweg te veel beren. En te veel hobbels die je moet gaan slechten. Dus daar, om daar gewoon met z'n allen een goed beeld van te krijgen. Nog even de opmerking over het onderwijshuisvestingplan. Kijk, dat is natuurlijk in essentie gaat dat puur over de huisvesting. Nou, u kent inmiddels uit de raadsinformatieavond de insteek daarvan. Dat biedt dan volgens mij wel een heleboel mogelijkheden als scholen een stap verder zouden willen gaan zetten. Maar volgens mij is dat wel bekend. Dat is niet waar wij in de eerste instantie op koersen. Dat gaat echt om het zorgdragen voor goede huisvesting in de toekomst. Maar goed, als scholen graag een vervolgstap willen zetten, dan willen wij daar graag aan meewerken uiteraard. Dank u wel. Anderen nog op dit onderwerp? Ja. Mevrouw Schepert, D66. Ja, korte opmerking nog graag, voorzitter. Wij juichen dit van harte toe, samenwerking tussen een christelijke en een openbare school. En prachtig dat dit breed gedragen wordt door beide schoolbesturen en door beide achterbannen. En dat was hem. Dank u wel. Ja. Hamerstuk, neem ik aan. Ja, wordt geknikt. Oké, hamerstuk voor de raad. Dank u wel. Hebben wij nog vast te stellen een verslag van de commissie 22 januari... Iemand die daar nog het woord over wenst te voeren? Dat is niet het geval.
En dan komen we aan de sluiting. Volgens mij hebben we de hele agenda afgewerkt en zijn we niks vergeten. Dus kunnen we met een gerust hart naar huis. Sluit ik daarmee de vergadering. Wel thuis.